kwaad. Charlotte Rosbar Challenge hebben we opgenomen. Oh, wat zit dat? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik heb nou weer een nieuwe shirt aan. Het is elke dag. Maar we gaan iets leuks doen. Dat is, we gaan naar Crossbar Challenge doen. Maar ik zit met Pels te bellen. Hi Pels. En dan gaan we eerst even nog naar de winkel. Dat moeten we eerst doen. Dus, maar dan gooi ik ook eerst even lekker alle gordijnen open. Dat is even lekker. Dus laten we dat gelijk even doen. Zo. Om heerlijk lekker wakker te worden. Oh, er vallen dingen op de grond. Oké, duidelijk. Maar dan gaan we even naar de winkel, wat ik al zei. En dan zien we voor de rest. En dan gaan we een leuke dag van maken. Dus blijf hier nog wel kijken. En ik heb nu heerlijk geslapen en lekker heerlijk net ook nog gedoucht. Lekker bakje koffie op. Heerlijk wat er is. En nu gaan we klaarmaken om richting met Rick naar de winkel te gaan. Wij zijn nu onderweg naar een voetbalplekje om te gaan voetballen. Wat ik gisteren over had, naar plekje 1. Dus plek A. We hebben plek B en C natuurlijk. Dus we gaan nu naar de plek A toe. Gaan we lekker daar voetballen. Ik hoop dat daar te voetballen is. Maar ga ik vanuit van wel. Dan gaan we nu even kijken of het mogelijk is. En dan voor de rest zien we wel. En dan ga ik kijken hoe dat... Wat ik al zeg is, ik weet niet zeker of we Crossbar Challenge gaan doen of wel. Maar dan gaan jullie nog wel zien of hoe wel wat. En als we niet gaan doen, komt het een keer ooit. Gaat het een keer wel gebeuren dat ik Crossbar Challenge op ga nemen. Rick is even toevallig bellen met iemand. Maar dat zeg ik alvast. Als je denkt, waar praat Rick dan tegen? Die zegt van bellen. En dan gaan we nu even richting de Crossbar Challenge, naar voetbalveldje om te voetballen. Oh, ik heb er echt van zin in. Lekker fijn even. Lekker shirtje aan, kort broek. Alleen de broek aan waar er geen zakken zitten, dat is wel wat jammer. Heb Rick er zin in? Ja. Gelukkig. Maar dan gaan we even erheen lopen. Laten we dat even lekker doen. Het is prachtig weer. Ik ben benieuwd hoe warm het is. Ik heb mijn telefoon niet bij me helaas. Want dat heb bij iemand in de auto neergezet. Dus dan gaan we nu even kijken of daar te doen is. Ik hoop van wel, neem aan van wel hoor. We gaan het zien, nogmaals. En hoor je wel of daar plek is of niet. Hier, hè? Ja. Hier is ook een tip. Hij gaat op daar staan. Zo. Wel de goede hoogte, alleen een beetje scheef. De goede hoogte, alleen een beetje scheef. Oké, okay, die was al bijna. Hey Sander, die van mij was al de goede. Hoe ver gaan we als we een latje hebben getikt? Huh? Tot vijf? Vijf keer raken? Vijf keer de lat, oké. Okay. Ja, die van mij zie ik wel de goede richting, maar net over. Bruh. Die was ook in naar Johan? Jij heeft volgens mij of Dave? Ah, jammer. Weer, hè? Oké, dan is het af. Bruh. Kijk, dit sleutel. Ja. Je brandnetels van. Een jeuk van die brandnetels staan dit. Bruh. Weer.
Yo! Dat is één. Oh. Bruh. Kom op, hij zit al net. Bruh. Bruh. Oeh, oh, dat scheelde. Bruh. Nou kap, hè. Eén is genoeg. Nee, ga. Bruh. Oh. Ja, we hebben nu al een beetje door, hè. Bruh. Bruh. Iets hoger, Sander. Ja, 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 ja. 1-1. 3-0. Ja, maar raakte hem al. Bruh. Ja hoor. Oh, bruh. Bruh. Zo, ja, schoot. Nou, je kan gelijk aan de beurt, Rick. Bruh. Ja hoor, hij heeft het. Bruh. Bruh. Jongen. Bruh. Bruh. Weer net open. Bruh. Nee. Bruh. Oh, man. Ja hoor. Ben ik enig die op nul staat, joh. Ja, daarom is. Jongen. Ja hoor, Rick. Ga je toch uit, man. Bruh. Johan 2. Ik 1 en Dave 1. Bruh. 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 Ja hoor. Nee? Nee, hij was hier tegen, schat. Ik kijk hier. Oh, daar, die buis. Het niet. Nee. Bruh. 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 Normaal zit ik ook alleen maar op de paal. Bruh. Ja, als bruh. Iedereen neemt toch die bal, dan hou ik deze wel. Bruh. Ah, weer niet. Bruh. Bruh. Oeh. Bruh. Nee. Bruh. 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 Je vindt niet erg op je hoed op te komen, Johan? Hè? Vind je niet erg op je hoed op te komen? Nee hoor. Oh. Bruh. Ik ga Ronaldo na doen hoor. Zo! Dat moet je gewoon zeggen! Dat gaat misschien wel een keer doen, hè? Dames en heren! Bruh! Oh, dat scheelde niks! Bruh! Te laag! Zie je nou? Bruh! Yes! Zij doet dat in het bord! Tjuuu! Oh. Bruh! Ik ga zonder schoenen. Drie! Hoppa! Wat ga je doen, Gio? Zonder schoenen. Oh, ben benieuwd, want zijn schoenen liggen daar. Oh, oh. Want zijn schoenen liggen daar zo. Daar gaat hij hoor. Even een keertje, hè? Ja, kom maar. Oh! Oh, die is wel heel wild. Dat recht in mijn handen, hè? Zonder schoenen, hè? Bruh. Bruh. Zie! Bruh. Nee, bruh. Of dat niet. Gaat Gio mensen, hè? Maar hier zonder schoenen dadelijk. Ja hoor, 2. Bruh. Ja. Hallo.
Bruh. 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 Moet je erin houden? Ja hoor. 2-3. Bruh. Ja, die bal is echt veel te hard. Jongen. Bruh. Nee, joh. Jongen. Lekker, joh. Je gaat niet zeggen dat je daar een winnaar gaat worden, hè? Nee. Bruh. Yeah. Kwaad, Charlotte Rosbart Challenge hebben opgenomen. Hij schiet zo in het doel in. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar zoals jullie hebben gezien is Johan de winnaar geweest. Wij dagen op het moment dat we stoppen ermee. En Rick is ook lekker hier zo. Hè? Lekker beestje. Brein worden. Schijt eruit met je brein worden, man. Of Kees. Maar we gaan dadelijk een partijtje doen en dan is één iemand chameleon. Maar we gaan dadelijk even een partijtje doen. Eén chameleon en Gio is chameleon dadelijk. Heb je er zin in, Gio, om chameleon te zijn? Ik voor mensen trouwens niet weten, hij heeft zelfs in mijn uitzending gezeten van het tv-programma Net Even Anders. Hij is ook toen met mij aan de tafel aan de hoekje toen. Ja. Ik weet niet of mensen dat weten, maar dat is die Gio dus. Dat is ook een van de cliënten namelijk. En Johan is een bellen. Maar dan gaan we nu even een tijdje doen, één chameleon. Maar of ik dat ga filmen is de tweede vraag. Maar we gaan in ieder geval een tijdje doen, hebben we even zin in. Nou, thuis gekomen, heerlijk even lekker douchen gepakt. Wat ik ook nu even doen is lekker raam open gooien. Dat is even lekker natuurlijk. Oh, heerlijk is het. Even lekker na gevoetbald te hebben. Nu lekker douchen gepakt. En ik ga zo meteen nog even naar begeleiding. Ga ik lekker broodje knakkers eten en een lekker ijsje. Heerlijk is dat. En voordat ik ben ik ook nog naar de winkel geweest voor voetballen. Oh, heerlijk. Even als je gesport hebt in ieder geval, bijvoorbeeld. Het is wel lekker altijd om lekker douche te pakken. Lekker zat er is eigenlijk. Maar dan ga ik doen klaarmaken om hier dadelijk lekker naar de groep te gaan. Dan ga ik lekker ijsje eten. Dus laten we dat ook even lekker doen. Even ijsje eten. En lekker een broodje knapworst. Laten we dat even doen. Ik ben nog even bij Rick voorgezet en daarna weer thuis gekomen. En lekker met de groep heb ik een knapworst zitten knapen. Maar ik ga ook maar even zelf eten maken. En dit is nog spaghetti wat ik een keer heb gemaakt. Laten we dat ook maar even doen. Dus ik heb echt ongelofelijke trek. Dus gaan we lekker spaghetti maken. Die had nog in een bakje liggen in een koelkast. En die ga ik nu lekker even opwarmen. Ik heb er best wel trek. Dus, en ik kan eindelijk weer een smoothie maken, want ik heb melk gehaald. Dus misschien dat ik er vanavond ga maken. Maar we moeten even kijken. Ik heb op een bord neergezet deze eten. Die ga ik lekker opwarmen. 5 minuten denk ik even nog het op. En lekker de deur open. Even lekker. En is wat eigenlijk fout gegaan vandaag. Met voetballen. Wat is er dan fout gegaan? Ik ben met voetballen 2 keer aan toe door mijn enkels gegaan. Oh, ik heb er nu nog een beetje last van. Mijn linker enkel is het. En het is bijna een jaar geleden dat het weer gebeurt dat ik door mijn enkel ben gegaan. Want een jaar geleden, op, ja, 20ste, dat weet ik nog, dag van gisteren, 20 september, ben ik door mijn rechter enkel gegaan. Toen zaten we met een deze, die daarboven hangt, als ik al uit, daarmee gaan met overslaan. En toen was die bal zo hoog dat ik even moest springen. En kloek. En we zeiden voor de grap al, dat weet ik nog, voor de grap zeiden wij dat we uit moesten kijken om door de enkels te gaan. En wat gebeurt er met mij? Ik ga door mijn enkel goed bezig, Sander, ja. Ja, echt gewoon typisch ik. Maar ja, ik ga wel even deze bakje aan het schoonmaken. Die laat ik even weken. En dan ga ik lekker afkoelen.
En ik krijg morgen... Oh, oh, gewoon gaat fout. Hoppakee, ik wil even laten weken. Dan gaat het makkelijker af, kan ik hem makkelijker afwassen. Vandaar. Dan ga ik nu even zitten editen, de vlog van vandaag al. Want er is zoveel werk. Die crossbar challenge, ik hoop dat jullie leuk hebben gevonden. Hoe we het op hebben genomen. Maar ja, ik heb er proberen een leuke dag van te maken in ieder geval. Super leuke dag. En nu ga ik maar even lekker eten. Het is nu 8 uur al. Tijd gaat echt ongelooflijk hard. En ik ben van uur of 6 tot nu aan edit al. Ja. En ja, ik heb nu echt een trek gekregen. Ik zat te denken, ik kan chips pakken. Nee, Sander, dat ga je niet doen. Nee, je gaat dan allemaal warm eten. Dus dat ga ik dan nu doen. Lekker warm eten. Spaghetti bolognese. En dan ga ik ervan genieten. Eten in mijn handen. En dan ga ik lekker van eten. Lekker spaghetti. En dan ga ik tussendoor even pauze genomen om te gaan editen. Want ik ga nu even lekker YouTube kijken. Dus dat ga ik dan nu lekker doen. Wie ik ga kijken zie ik wel. Maar ik zit het lekker altijd. Ga ik eten. Lekker YouTube bij kijken. Dus ga ik ook dan nu doen. Als hij gaat laden. En dan ga ik nu, wat ik al zei, lekker YouTube kijken. Ik ga maar even lekker hier alles dicht doen. Want morgen weer een dag. Want morgen moet ik weer werken. En morgen heb ik ook bezoek. En wie dat is, dat gaan jullie morgen zien. En maar, ik heb wel ongelooflijk zin in. En na lange tijd. Ik ga het alles weer normaal natuurlijk. Dus bezoek kan wel komen. Dus ik ben nu even lekker alles al kan dicht doen. Om lekker dadelijk af te sluiten. Morgen weer een dag. Zo, hoppakee. Die dicht. En dan daar klaarmaken om ook lekker een beetje in te gaan. Om lekker te slapen. Zo, die even goed doen. Maar ja, morgen weer een dag en dan wordt al zij. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe dan even zo blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je beneden abonneert. En tof reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers en gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Zit ik hier nu even lekker gezellig bij Rick voor.